Al zit er in ons werk, maar ons werd ook binnen. Want ik kwam ook als vol overtuiging binnen, Domers. Ja, zeker. Ons werden maar win. Binnen we ons hartstikke mooi steen. Wie begreep dat je er trots op bent, maar wie ben natuurlijk hartstikke trots op ons eigen dorp. Er gebeurt ontzettend veel. Ontzettend veel vrijwilligers, activiteiten. Veel winkel aan boord, veel sportiviteit. We kregen een multifunctioneel centrum in het dorp. Dus in ons werden door moet je weten en door moet je ook op stem. Ik ben bezig, want ons werden die is ook. Die plakken ook overal folders en flyers en posters en et er dan een beetje resultaten, Domers. Nou ja, weer met de vuurronde, want we op de tweede plek eindigt. Dus wat dat betreft, had het eigenlijk wel al veel resultaten gehad. Wat gaat uiteindelijk om de finale, dat is duidelijk. Dus vandoor ook dat mensen nou weer opgeroepen worden om te stemmen. En wie ben ook actief, vooral op onswedden.nl. En volgende week woensdag in de regionale Streekbloden, in de Nijsbode. En wel wordt in heel veel andere kranten ook nog. Knolstreek, ze doen allemaal met. Maar wat is er nou zo mooi in Onswerden? Want ik heb toch echt het idee in Onswerden. Een beetje beholden dorp. Niet zo veel te down. Ja, al is het even een café door. Wat is er eigenlijk aan te down? Als met je zwembad. Daar weer vaak kabel in boord. Dus ik zou zeggen, overtuig me. Wie is onder proboen? Wie hem. We zijn natuurlijk heel druk met de Westerwolde promotions. We hebben een puzzel mocht waar ook Westerwolde in vuur komt. Zodat elke neune daar die puzzel mocht. Hij komt ook in het Dagblad van het Noorden. Dat mensen Westerwolde zijn en heurden. En dat is denk ik wel belangrijk. Niet alleen kijken naar Onswedden, maar ook naar de omgeving. Kijk, dat is mooi. Dat hoort En als we naar Onswedden kijken, we hebben het zwembad. We hebben volleybalvereniging. We hebben voetbalvereniging. 26 augustus wordt trouwens Nije Veld opend van de Onswedden Boys. Ook aangeleuk met heel veel vrijwilligers bezig. We hebben jeugdloze boerderij met enorm veel vrijwilligers. Einde van de zomervakantie hebben we de vakantiespelweek. Door binnen zo'n beetje 60 vrijwilligers en 200 kinderen dan die door een middag. Dus die doen heel veel, niet alleen voor de ollen. Door ook de Rembi de Bos te vuur met heel veel activiteit. Maar ook voor de jongen is er genoeg te doen. En vergeet ons zwembad natuurlijk niet. Kom vooral met mooi weer. Kijk. Doe maar je weet. Zo is dat. Dat is een prachtige promotie was toen door mocht. Maar inderdaad, jong jeugd zoals de boerderij. Dat is, voor welke leeftijdscategorie is dat? Nou, dat is ongeveer vanaf 12, 13 jaar. Ja. Dus voor de jongere jeugd komt er met name inderdaad. En nou, dan kunt ze door mooi hun eerste stap zetten op het uitgangscircuit, om maar zo te noemen. En dan loopt de kind natuurlijk door naar de grotere discotheek als ze ouder ben. Maar ja, dat is gewoon een hele mooie omgeving om, nou ja, je jeugd in je jeugd west te wegen. Ja. En is dat alcoholvrij voor de jeugd? Nee, maar er wordt wel gauw op let natuurlijk. Omdat er veel jongen en mag ook onder de 16 geen alcohol schenken. Dus er wordt gewoon op let. Maar er is wel alcohol te verkringen. Oké. En als mensen willen, kunnen ze natuurlijk nog het garage in. Hè? Dat is het café voor de Algenoine. En waar zit hij dan in ons verder? Nou ja, als je dan in de boerderij west bent en daar heb je het heel gezellig gehad, dan loop je even door de dorpstroon in en even verder over de rotonde heb je geraakt. Dus het zit redelijk dicht bij elkaar. Oké. En dan is elkaar als er aan gaat door hopen? Hoe zit dat? Ja, in principe wel. Die is sowieso elk weekend is hij open. En in de zomer zitten waarschijnlijk wel even, zoals zoveel winkels, even dicht. Maar voor de rest is dat heel jouw deur, is het open. Gezellig café. Wat ik jou nog nooit over gehoord heb, is over, wat natuurlijk echt zo Onswedden is een jonge juffertoren. Ja, ons juffertoren is eigenlijk een beetje het pronkstuk. Ja. Als je vanaf afstand bist en bist op vakantie west of bist weg west en komst weer terug en dan zucht de toren al en denkt van nou, ben Bino weer in Onswedden. Dat is natuurlijk een beetje verschillend. We hebben drie kerken in Dup en voor de ene is niet voor elke ene de juffertoren wat voor zelf de kerk is. Maar het is wel zo dat het wel een beetje een kenmerk is van Onswedden. En dat is voor elke neune zo. Ja, en daar mag dat niet uit van welke kerk of is? Nee, daar mag niet uit van welke kerk het is. Het is ook een prachtig gebaar. Natuurlijk monumentaal gebaar, hartstikke oud. Als ik gouden heb uit de middeleeuwen, komt dat gebaar. Dus ook gewoon sowieso hartstikke mooi om een keer te bekijken. En er zit ook een rode knik in, dus is sowieso een mooie. En waar komt die rode knik voor te? Ja, de overlevering zegt, dan moet ik het even gauw door de kop down natuurlijk. Dat is een opdracht van drie juffers binnen drie toontbaden in de hele provincie. En door ben strubbeling west tussen de aannemer en de opdrachtgever. En toen had de aannemer de opdrachtgever een loer in leggen en deed er een knik in te leggen. Dat is de overlevering, voor zover ik weet. Kijk,
En ja, en ook af en toe is de kerken te bezichtigen. Ook nog wel van het summer, ook de toren. Dus als je dan wil weten welke dogma, moet je hem op ontzetten.nl kijken. Ik heb je wel inleefd, hè? Ook in de geschiedenis. Ja, maar ja, als je groot wordt ben in United Dub, dan weet je dat soort dingen natuurlijk allemaal. Of het exact klopt, weet ik niet, maar het komt dicht bij de woorden uit. Nou ja, dan hebben ze je vast op school ook allemaal geleerd. Of PABO hebben jullie dat geleerd. Ja, maar je hebt ook nog steeds een middelbare school, hè, in Onstwedde. Ja, zeker. En die kreeg straks een prachtig nagebaar. Alle scholen die gewoon straks om. Dus vanaf je vader, als je begon met school, tot aan je 17 jaar zelfs. Of vanaf je tweede zelfs. Ja, tuurlijk. Kinderopvang zit er ook in straks. In de eigen gebaar aan de Bosloenen. En dan vanaf je tweede tot aan je 17e kun je in hetzelfde gebaar naar school. Dus van de peuterkorf, basisschool, naar de middelbare school. Wat is Veurdal daarvan? Ja, ik zit nu in het onderwijs, maar dat ken Anja beter uitleggen. Ze is toen wel in het onderwijs, Anja? Ik werk het onderwijs, ja. Ik werk bij het UBO-Emmius. En het UBO-Emmius zit ook in Onstwedde, dus dat komt mooi ja, uit. Oké. Okay. En wat doe je op de UBO-Emmius? UBO-Emmius geef ik twee vakken wiskunde en mensenmaatschappij. Oeh, wiskunde. Nou, wiskunde, mooi vak hoor. Zal ik het wel niet over hebben. Maar mensenmaatschappij ben ik ook wat meer in toes. Maar is het ook zo, hoe vinden die scholieren dat hen als een 16-jarige tussen, of heb je dat een beetje schoon? Nee, het is wel apart. In het gebouw komt het apart. Ja. We hebben de rank van de nieuwe school, die zit apart in het gebouw. En dan hebben we het UBO-Emmius zit ook apart. Een gedeelte van het UBO-Emmius zit wel bij de boombaar van de rank in. Zodat de oudere kinderen van de legere school wel of en toe som denken dan met het UBO-Emmius. Ja. En het is gewoon heel mooi dat de jeugd van het ontzettend niet per se Nostad Knol heeft om onderwijs te volgen. En ook heel veel mensen uit vlag werden. Zelf jeugd, God in ons werden, dan weer naar school. Nou, mooi toch? Dus dat is mooi. Dus dat is ook allemaal promotie voor ons werden. Dat is allemaal promotie voor ons werden. En de Noors komt een hele grote sporthal in, ook in datzelfde gebaat te zitten. Dus straks in de volleybalvereniging voor het eerst in de geschiedenis thuiswedstrijden in Eindhoven spelen. Kijk. Dus dat is, we moesten altijd nog vlag bij de touw naar de Westerwoldehal hier. Maar straks kunnen we gewoon thuis spelen. En dan hebben we natuurlijk veel meer publiek en gezelligheid. Ja. Dus dat is hartstikke mooi dat dat straks kan. Maar we hopen natuurlijk wel dat vlagwedders komen king, hè, straks. Ja, tuurlijk. Ja, je kent ook niet zonder de mensen hoe de omliggende deur natuurlijk. Maar waar denk je dat het mooiste op let wordt bij de verkiezingen? Inzet is belangrijk. En niet alleen denk dat je zelf het leukste bent. Er zijn natuurlijk heel veel leuke dorpen, ook in Westerwolde. En elke noorden vindt zijn eigen dorp, hopen we eigenlijk wel het leukste dorp. En wie ons weer zit in de finale, dus als nou vlagwedders en wel alle omliggende dorpen zeggen van nou, wie stemmen op ons werden, want die zit nou in de finale. Wel wordt dan wie volgend jaar vlagwedder. Dat kunnen we zo weten, hè? Ja, ja, dan moet ze een beetje fanatieker worden hier, hè? Want die zit nou in de finale. Ja, week de besten komt eraan, dat is altijd mooi. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje jammer dat vlagwedder niet in de finale komen is. Nee, maar een vlagwedder is beter de best nou, mos. Eigenlijk een beetje wel, dus dat en wie wel doen. Dus wel wordt help ons midden, Westerwolde promoten. Ja, nou ja, dat is altijd mooi. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor Bennewolde en voor Selken. Dus daar geven we straks nog even de kans. Hier gewoon de hele dag op campagne van de ongedommers. Wie ben wel druk vandaag, vooral vanmorgen. En vanmiddag gaan we weer verder met de posters posters ophangen. Ja. We hopen natuurlijk dat meerdere bedrijven zijn die posters van Onstwedde willen ophangen. Die kunnen ze bestellen via hldvgonstwedde@gmail.com. En volg ons ook op Twitter, Facebook of Hives. Kijk, alle sociale media worden inzet om Onstwedde goud op de koor te zetten. Nou, ik vind dat hij ontzettend jouw beste naam bent. Er is er helemaal niks mis met. En ja, mogen de beste winnen, zeggen ze dan. En volgens mij, maar dat zei ik net al, eigenlijk moet zaal draaien winnen. Dat zal nooit gaan. Dat zal niet lukken. Ook ken met zijn stem. Dover kent ze gewoon naar www.hetleukstedorpvangroningen.nl. Dus scan alleen maar digitaal. Jammer genoeg, dat vond de organisatie achter nu ook gewoon wel een misser. Maar goud, ze gaan ook niet helemaal inschoten hou zo'n succes het worden zal. Maar als je naar die website gewoon, dan kun je een favoriete dub, Onstwedde kun je opzuigen en dan kun je op stem klikken. Dan krijg je een mailtje en vervolgens moet je in dat mailtje helemaal op de bevestigingslink klikken. En dan neem je stemt. Dus het kan nooit per telefoon zoals dat met andere wedstrijden gewoon
nooit in Nederland dat je sms'en kent? Nee, jammer genoeg nooit. Oh. Als je het bevestigingsmailtje waarmee je op ons werden stemd hebt, dus stuur naar het e-mailadres wat we net genoemd hebben, dan kun je ook nog kans maken op een diamantbon van 10 euro. Dus stem op ons werden. Kijk, maar mag ik maar eenmaal stemmen? Ja, per e-mailadres kun je een keer stemmen. Sommigen zeggen ook per computer eenmaal, maar dat wisselt nogal. Bij de ene lukt het wel voorkeur op een computer en bij de andere niet. Dus dat wisselt nogal. En waar dat van komt, ja, geen idee. Dus dan moet ik zootje e-mailadres namaken. Ja, wel wat. Een heleboel, alles met 1, 2, 3. Nee, maar wel leuk blijven. Maar, en alles wordt ook gecontroleerd. De organisatie heeft door een bedrijf verinhuurd om dit helemaal op te zetten. En alle stemmen worden nu duidelijk gecontroleerd. En als door wat vreemde dingen bij zitten, dan worden die stemmen waarschijnlijk ongedoemd. Heb je trouwens het nieuwe luid van Wim en Miranda al draait? De Onzwedde Diamant? Nee, die hebben we nog nooit draait. En ik wou ook nou ja, of we hem hebben. Even schudt nee. Oh, dan moet dat nog komen. Maar hebben we die nou metgenomen, hè? Is wel te vinden op YouTube. Nou, dan ga ik even nog eens hem kijken.